Alleen. Ja, aan dat woord hangt best een negatieve lading. Een woord wat ik daarom ook zoveel mogelijk vermijd. Maar waarom? Uiteindelijk val je 's avonds alleen in slaap en word je 's morgens alleen wakker. Mijn naam is Barend en voor mij voelt het ook nog steeds gek om bijvoorbeeld naar een bioscoop of restaurant alleen te gaan. Maar waarom? Vandaag ga ik bewust alleen naar de Efteling. Stijn, ja. Ga je mee naar de Efteling vandaag? Nee. Gillian, de man! Nee man, ik heb echt wel betere dingen te doen. Yo! Hey Dion! Hey, ga je mee naar de Efteling? Nee, ik ben bezig met een feestje, man. Waarom is het niet uitgenodigd, hè? Feestje? Nee! Sorry, ik moet gaan. Doei! Oké, misschien niet helemaal bewust. Maar het leek me alsnog interessant om dit wel eens te proberen. Dus, dit ben ik, alleen in de Efteling. Ja, je kan even terug. Oké, dankjewel. De allereerste keer dat ik alleen in de Efteling ben. En dat met een Eftelingpas eigenlijk best wel slecht. Maar alsnog, ik ben er nu voor het eerst in mijn eentje. Ik loop gelijk naar een attractie toe waar een single ride line is. Maar daar ga ik jullie zo meteen meer over uitleggen. En ik heb ook wat trek en dorst. En het chillen is, ik hoef met niemand rekening te houden met wat ik ga halen. Ik ga nu eerst even naar de Symbolica. Wauw, super mooi. Bij de Symbolica heb je een single rider lijn. En ik ga jullie zo meteen alles uitleggen over de single riders lijn. Maar laten we eerst even gaan genieten van de eerste attractie. Ja, nou dat was Symbolica. Zoals je kon zien, ging ik aardig snel de rij door. Ik heb eigenlijk gewoon geen wachttijd gehad. Dit was best wel heel erg ziek. Ik ga nu even wat koffie pakken, want ik heb best wel dorst in koffie en wat lekkers denk ik. En dan ga ik jullie uitleggen waarom. Zo, hallo, ik heb de microfoon vast en ze hadden geen koffie, dus ik heb dubbel fris genomen. Maar ik ben vandaag dus alleen in de Efteling, ja, zoals jullie dat al hebben gezien. Het is ook namelijk helemaal niet erg om alleen in de Efteling te zijn, althans tot nu toe. Want zoals je net kon zien, toen ik de Symbolica inging, ik heb gewoon geen wachtrij gehad. En volgens de app, even kijken hoor, volgens de app staat er 35 minuten wachtrij en ik ben dus gewoon in één keer naar binnen gelopen. Nou, dat is sowieso al wel beter. En dit is één van de vele voordelen om alleen in de Efteling te gaan, natuurlijk te gaan. Mam! Ik mag dus nu op jouw scootmobiel? Jij mag op mijn scootmobiel. Oké, we gaan een rondje op de scootmobiel. Oké, daar gaan we. Dit gaat ook best wel hard. Ik zit ineens op scootmobiel in de Efteling. Wat? Woehoe! Oh, ik ga die kogel aanrijden. Oké, nou dat hoeft niet. Oh, mag ik op de scootmobiel? Wow, daar gaan we! Hatsa! Geniet ervan! Hey, hij is echt een goed shirt aan! Woehoe man, let's go! Ik ben dus vandaag alleen, maar ik voel me eigenlijk niet alleen. Want ik heb tot nu toe echt super veel mensen ook al gesproken. Natuurlijk, ik heb een camera vast en mensen die vinden dat heel bijzonder. En gaan daarom ook gelijk naar me toe en zo super lachen. En de Efteling biedt ook wel toffe dingen om alleen in de Efteling te zijn. Zoals de single riders, zoals net al een keer benoemd. Maar wat is nou de single riders lijn? Nou, heel simpel. Je hebt twee verschillende soorten rijen. De normale wachtrij waar je heen gaat met je familie en waar je dan in staat te wachten. En je hebt de single riders lijn. En op die single riders lijn kan je alleen maar wachten als je bijvoorbeeld alleen bent. Als je dan weer vooraan staat in de single riders rij, dan word jij ingedeeld in het enige lege plekje wat nog over is in het karretje. Ik zal hem even zo kleiner maken, dan past het wat beter. Dus het enige waar je op moet wachten is of er een extra plekje vrijkomt en dan mag je gelijk door. Dat is de single riders lijn. Nou Barend, wat vind je eigenlijk van die single riders lijn? Dat is wel chill. Alleen helaas heeft niet elke attractie dit. Dus we moeten het wel een beetje slim aanpakken. Er zijn een paar attracties die ik wel graag zou willen doen. Ik zou sowieso in de Joris en Draak willen. Daar zit ook een single riders met best wel minder lange wachtrij. Want volgens mij was de normale iets van een uur en de single riders was half uur. Dus dat scheelt sowieso al. Ik zou ook nog aan de Droomvlucht en de Baron willen. Alleen de Baron, en dit is echt heel vervelend, de Baron heeft vandaag de single riders uitstaan. Dat is minder.
Maar goed, ik ga eerst eventjes lekker een hapje eten. Hier, ik heb een worstenbroodje gekocht. Lekker. En een dubbel frisje. Dus ik ga er even drinken. En dan gaan we zo door naar de volgende attractie. Oké, daar ben ik weer. Inmiddels aangekomen bij de Joris en de Draak. Maar ik had dus een vraag. En net bij de Vliegende Hollander was een hele lieftallige Efteling-medewerkster die mij wilde vertellen waarom sommige single rides het wel doen en sommige het niet. Dit heeft dus te maken, door schoolreisjes komt het, dat sommige attracties geen single rides lijn meer kunnen hebben, omdat ze dan te veel voordringen. Dit meen je niet. Heel jammer, heel jammer. Ik ga nu in ieder geval in de Joris en de Draak. Ben benieuwd hoe lang ik hierop moet wachten. We gaan gewoon lekker de single ride lijn in. 25 minuten, dus dat is wel lang, helaas. Maar goed, we moeten wat. Daar gaan we! Handen op! Ja, oké. Dat was de Python. Die was ook erg leuk. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn geluiden. Maar ik wil wel even nog wat kwijt. Ik heb het echt naar mijn zin hier. Ik vind het zo leuk. Ik ben lekker alleen. Ik ben gewoon lekker mijn ding aan het doen. Ik ga waar ik heen wil gaan. Ik heb het echt naar mijn zin. Dat van die single rides, dat is wel echt wel een beetje jammer. Want ik had op zich best wel graag sowieso nog in de Baron gewild. Ik als Efteling liefhebber hou sowieso wel van naar de Efteling gaan. Dus het maakt niet uit met wie of wat. Ik heb het toch wel naar mijn zin. En dat merk ik nu. Want ik had eigenlijk best wel verwacht dat ik het toch niet zo leuk zou vinden. Of misschien wel een beetje verveeld zou zijn of zo. En ik ga je wel eerlijk zeggen, toen ik net in de rij stond. Ja, dan sta je daar wel echt alleen. En dan is een half uur best wel lang. Gelukkig, hè, en dat ben ik dan wel weer. Ik vind het niet erg om iemand aan te spreken. Er was een meisje met een Waar is Waldo shirt. Nou, dan maak ik even een klein praatje en dat is dan echt wel leuk. En zo voelt het toch niet alsof ik alleen ben. En ik denk ook wel dat dat in ieder geval hetgene is wat ik deze video ook wel kan meegeven. Dat het dus sowieso niet erg is om wat alleen te doen. Ja, je doet gewoon echt exact wat je wil en je maakt je eigen planning en je kan gewoon zelf bepalen wat je wanneer doet. En ik ben sowieso benieuwd, ga jij wel eens ergens alleen naartoe? Of wat wil jij alleen doen? Maar durf je eigenlijk niet te doen omdat het misschien een beetje gek is alleen. Oké, ik ga nog even een ijsje eten en dan ga ik nog wat attracties doen. En dat is hem eigenlijk wel, jongens. Alleen naar de Efteling gaan, ik kan het 100% aanraden. Het is echt super leuk. Het is echt heel gezellig. Het is heel erg gezellig bij mezelf. Maar ook gewoon met de mensen in het park. Want iedereen wil het eigenlijk wel een praatje met je maken. En iedereen staat toch wel open om lekker wat geks te doen. En dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Nice. Oké. Zo, dat was met een dagje wel. Op zich heb ik best wel kunnen genieten van het alleen in de Efteling zijn. Maar ik kon er nog wel wat dingen over kwijt. Want ondanks dat het echt super chill is om alleen te gaan, is het toch wel ongezellig. Of je mist toch iemand waarmee je lekker constant aan het kletsen bent. En dat is wel wat minder. Maar toch kan ik het zeker aanraden. Want het is zo chill dat ik eigenlijk alleen maar bezig ben geweest met mij, met mezelf, met wat ik leuk vind. Nou, ik heb in ieder geval enorm genoten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik vond het super leuk. Voordat ik heel dramatisch ga zwaaien naar de Efteling, zeg ik jou nog, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make me wanna dribble dribble, you know.